De Zaanse kruipruimte. Op de foto een stalen onderslagbalk die op poeren staat. Dat zijn gemetselde kolommetjes. En in dit geval de bekende EPS-korrels. Die de vochtmafia, noem ik het wel eens, zo graag verkoopt. Want dit is de oplossing voor de kruipruimte. Ja, natuurlijk isoleert dat. Maar het ligt op de bodem van de kruipruimte. Maar wat je geïsoleerd wil hebben, is natuurlijk je vloer. Want als het tocht, dan waait de wind door de kruipruimte heen. En die koelt je vloer af. Nou wordt gesuggereerd dat dit ontzettend goed is voor je vochtklimaat. Nou, vergeet het maar. Het helpt iets. Maar ik kan u alvast vertellen dat de oplossing vooral goed is voor de portemonnee van de bedrijven die dit mooie materiaal, polystyreen, EPS-korreltjes verkopen. Dat er een hele aangename winstmarge op zit. En vandaar dat dit mooie materiaal geadviseerd wordt. Beter isoleren, dus door de onderkant van de vloer te isoleren. Dat is de enige echte goede manier. Dit kan je er best bij doen, maar erg duur voor wat het oplevert.